Klaas, twee wijzigingen vanavond in de basis bij MVV en Telo en Delphier op de bank. En Van Bommel en Beuzing erin. Hoe verklaar je die wijzigingen? 3, Michel Keulen in plaats van Leroy Labiel. Ook inderdaad. Nou, hoe ik die wijzigingen verklaar is dat ik afgelopen dinsdag tegen PEC Zwolle niet tevreden was over de inbreng. En als ik dan mensen op de bank heb zitten die goed trainen, die aan de deur kloppen, die laten zien dat ze voor MVV maximaal willen leveren, met hart en ziel en zaligheid willen spelen en willen strijden. Ja, dan heb ik opties en heb ik gekozen voor deze 3 jongens. Ja, we begonnen vanavond ook in een 4-4-2 opstelling, beviel dat? We begonnen niet in een 4-4-2 opstelling, we begonnen in een 4-3 als we de bal hadden. Maar op het moment dat we de bal niet hadden, begonnen we in een 4-4-2 opstelling in het druk zetten. Omdat dat met Emmen, die met een backs hoog speelde en met buitenspelers aan de binnenkant. Omdat het dan lastig is om met 3 middenvelders daar tegen te opereren. Dus vandaar dat we daarvoor die optie hebben gekozen. En ik denk dat we redelijk tot goed en compact en georganiseerd stonden. Dat we een aantal keren goed eruit konden komen. En uiteindelijk is het vervelend en sneu dat je in de 60e minuut op een doelpunt tegen krijgt wat nog geen eens een kans is. En dat vind ik heel vervelend. Met name voor de spelersgroep die gevochten heeft als leeuwen. Die geknokt heeft. En die weer heeft laten zien dat we tegen een topploeg in deze competitie stappen gemaakt hebben. In Emmen was het 7-1 en nu is het 0-1. Het zijn allebei 0 punten. 3 punten voor de tegenstander. Alleen in de 85e minuut kop al Michi en Telo. Dan gaat hij erin, is het 1-1. Al stelt niet in topsport, dus uiteindelijk is dat niet gelukt. En dat is vervelend en dat is teleurstellend. Maar het biedt zeer veel perspectief als ik zie hoe de jongens daarvoor spelen en strijden. Ja, na de kerst wacht gelijk de derby tegen Roda. Hoe ga je de jongens daar scherp voor krijgen? We gaan een goede trainingsweek beleven. We beginnen op tijd. We gaan ervoor zorgen dat we fris zijn in ons hoofdje, maar ook in de benen. We gaan ervoor zorgen dat we de tegenstander goed in beeld hebben. En we gaan uiteindelijk ook kijken of er kwaliteitsinjecties aan de selectie kan worden toegevoegd. Alleen we werken ontzettend hard. We doen ons best. We proberen elke dag te verbeteren en te ontwikkelen. En ik denk dat we in staat zijn om dan tegen Roda JC een goede wedstrijd te spelen. Ja, fijne kerstdagen. Dankjewel. Eens gelijk.